Ik ben Judith en ik ben 23 jaar. Ik zit momenteel in mijn derde jaar van de opleiding Social Work. En sinds een jaar woon ik hier op mezelf. In het eerste jaar was het een heel erg oriënterend jaar, dus alle doelgroepen kwamen voorbij. En toen op een gegeven moment was er een gastcollege en die vrouw ging wat vertellen over de ouderenzorg. En zij vertelde over wat voor een impact dementie heeft op de levens van mensen. Dat inspireerde mij heel erg, dat ik dacht van het is wel echt iets wat steeds meer gaat voorkomen, dementie. Maar alle studenten om me heen die wouden voor jeugd of de psychiatrie, de reclassering. En veel mensen denken, oh, ouderenzorg, dan moet ik voor het profiel zorg kiezen. Maar dat hoeft dus eigenlijk helemaal niet. Daarin werk je echt in de wijk. En dan ga je heel erg cliëntgericht werken, individueel. En ja, dan ga je veel meer op de gesprekken. En dat maakt het dus heel erg divers. Dus dat je bij zoveel verschillende soorten mensen thuiskomt, in zoveel verschillende soorten bevolkingsgroepen terechtkomt. En allemaal speelt er één ding en dat is dementie. Ik heb dus een jaar stage gelopen als case manager dementie. En dan werk je dus heel erg als de spin in het web van de cliënt. Zodra mensen dingen gaan vergeten of zodra er een diagnose ligt, dementie, dan komen wij vanuit de huisarts komen wij bij mensen thuis. Wat mij heel erg aantrekt is de verhalen die de mensen hebben. Dus ze hebben zoveel levenservaring en zoveel meegemaakt. En als je echt de tijd neemt voor iemand en die vertelt zijn levensverhaal, het werkt zo inspirerend. En juist door dat leeftijdsverschil kun je er alleen maar heel veel van leren.